Ik wil even eten klaarmaken voor mezelf. Weet je, ik heb honger. Ja, wat is dit dan weer? Waar staat mijn auto? Zeg op, hè? Waar heb je die gestolen? Gestolen? Waar heb jij het nou weer over? Dat is familie Vlodder. Zeg maar, waar zijn Johnny en Kees eigenlijk? Ze zijn de tv's, het geld en de PlayStation aan het uitladen. Help! Ja, jongen, nu hebben we je. Waar ligt het geld? Geef me alles wat je hebt. Inderdaad, Johnny. Ik zou maar opschieten als ik jou was. Hé, hey, staan blijven jullie! Like nu de video, want anders stuur ik whisky op je af. En hij heeft altijd honger. Hé, hey, staan blijven jullie! Wat denk je van die Bethlehem te doen, hè? Oh my god, dat meen je niet! Staan blijven jullie, hè? Waar ga je naartoe? Nee. Hé, wat denken we hier naartoe te gaan? Oh, wat een stommerikke. Oh, ze gaan er weer gewoon vandoor. Meneer, is alles oké met je? Ja, met mij gaat het oké. Ik zweer het, ik ben zo dankbaar dat je mijn leven hebt gered. Want als jij hier niet was geweest, was ik al lang dood geweest. Zou me martelen, zou me elektrocuteren. Wacht, wat ben je serieus? Elektrocuteren? Nou, misschien maar inderdaad goed dat ik er ben gekomen. Jeetje, meneetje zeg. Ja, inderdaad. Maak me loslaten, zo snel mogelijk wegwezen hier. Is goed, ik kan je loslaten, meneer. Nou, die meneer heb ik ondertussen losgelaten. Ik zei blijkbaar loslaten in plaats van losmaken. Nou, dit is geen hond, maar oké. Nou, gaat even niet om. Laten we even gaan kijken, want ik moet mijn geld er even pakken. En eens even kijken hoor. En hè? Waar is al dat geld gebleven? Hebben ze dat nu alweer meegenomen? Oh, dit kan toch niet serieus zijn? Oh, wat stom dit. Goed, laten we even naar boven gaan en even naar mijn kamer gaan. Want waarschijnlijk moet toch mijn spullen even pakken, weet je wel. Maar ik wil ook mijn geld terug. Ik moet wel een beetje voorzichtig zijn hier zo. Dus weet je wat? Laten we naar boven gaan en ik ga toch maar eens even naar mijn kamer toe. Oké, ik heb kamer 212. Hebben jullie deze video geliked, mensen? Alleen mensen die liken krijgen namelijk extra veel geluk in hun leven. Want als je niet liked, dan komt horrormaflod erachter je aan. Goed, laten we even naar binnen gaan. En wacht, wat heeft dit te betekenen? Allemaal geld ligt hier? En wat? Ik wil hier niks kwaad doen hoor, echt niet. Oh, oké. Laat ik snel ook wegwezen. Ik zit vast. Ah, nee! Oh my god. Nee. Oh, snap. Oh, wat stom dit. Oh, ik heb geen besturing meer. Oké, stop hem maar snel. Oké, goed dat ik veilig ben. Oh my god. Zijn ze weg? Goed dat ze weg zijn. Oké, laat ik even heel voorzichtig kijken hier. Mooi, ze zijn weg. Oké, laat ik het geld weer gaan pakken. Oh, wat stom dit. Ik struik overheen, joh. Wat stom. Goed, hier ligt overal mijn geld. Weet je wat? Laat ik al mijn geld gaan meenemen. Nou, ik heb in ieder geval allemaal geld gepakt. Weet je wat? Koffers pakken en we gaan wegwezen hier. En wacht maar, Vlodder staat daar. Oh nee, snel. Oh, dat meen je niet. En nee, Kees Vlodder. Oh nee. Laat ik je zo snel ook wegkomen. Help! Oh nee, ik zit vast. Oké, dat is niet de bedoeling. Laat snel mogelijk de deur uitgaan. Ik hoop ook dat jullie geabonneerd zijn, want anders komen we straks echt met z'n allen naar je huis toe. Het weer is ook niet al te best vandaag. Oh, wat slecht weer. Oh nee. Ik ga even naar mijn auto toe. Ik denk dat dat best is. Eens even kijken. Oh, waar ligt mijn auto? En hè? Mijn auto is ook al gestolen. Oh, snap. Ze hebben natuurlijk mijn reservesleutel gepakt. Wat ben ik dom? Nou, volgens mij heb ik ze wel afgeschud. Dus laat ik even naar boven gaan. Ik denk dat dat een verstandig idee is. En laat ik hier zo snel mogelijk wegkomen. Oh, wacht. Staan ze nou serieus? Oh nee, daar staan ze. Nee. Oké, snel wegwezen hier. Oh, pas op. Oké, mooi. Nee. Oh, gelukkig. Oh, ze raken me in ieder geval niet. Oké, laat ik snel van auto gaan pakken. Oh my god. Oké, staan hier van een paar geparkeerd. Oké, daar staat een hele mooie auto. Laat ik die gewoon meenemen. Ja, ik weet het. Ik zweer, ik mag eigenlijk helemaal niet gaan stelen, maar ik doe het wel gewoon. Snel. Oké, go. Oké, wegwezen hier. Ik zweer het je. Nee, schiet op. Oh nee, ze staan er gewoon. Au. Oké, we zijn hier van mooi weggekomen. Laat zij maar lekker daar zijn. Dag losers. Nou, ik heb die van de auto gestolen. Weet je wat? Dan zie ik jullie weer op de volgende plek. Oké, dames en heren. Ik heb het vermoeden dat ze bij het winkelcentrum zijn. Want ja, eerlijk is eerlijk. Als je kijkt hoe Johnny eruit ziet, hij ziet er wel echt uit als een Johnny. En wat wil Johnny nou? Inderdaad, nieuw kleren. Dus het lijkt mij logischer om daar even naar de winkelcentrum te gaan. Dus laat hier even naar binnen gaan. Oh my god. Dus hier moet het dan zijn. Oké. Nou ja, in ieder geval heel duidelijk. Laat hier even gewoon naar binnen gaan en kijken wat ik hier kan doen. Want ik denk dat dat een verstandig idee is. Oké, dus hier is het dan. Hè. Laat ik even gauw naar binnen gaan. En toch eens even onderzoeken wat er nou aan de hand is. Want ik begrijp er helemaal niks van. Oké, waarom staat er een holocraan binnen? Anders had hier die token dan een rollox stinken. Dat is nu niet het geval. Maar oké, iPhone 13. Oké, interessant. En by the way, ik zit wel even te vertellen. Maar Johnny is inderdaad wel hier. Want ik zag net zijn auto ergens staan. Kijk mensen, mijn auto staat hier gewoon letterlijk. Daarna zeg, laat even naar Johnny Vlodder gaan. Eigenlijk moet ik wel naar de kapper. Dus ik kom eigenlijk wel goed uit. Misschien dat ik even een kappertje moet pakken als het kan. Maar waarom is er eigenlijk helemaal niemand? Ik bedoel, ik zit toch wel letterlijk hier. Ik zie gewoon een foto van een dame staan. Wacht, is dat een echt persoon? Blijkbaar wel. Maar de kapper is hier nergens te bekennen. Waarom staat die deur dan open terwijl er geen kapper is? In ieder geval, het zou wel goed zijn. Je hebt de foodlocker en je hebt allerlei soorten winkels en de Dunkin' Donuts. Maar ik heb geen zin in een donut. Ik wil Starbucks. Want je weet waar je cafeïne van krijgt, toch? Koffie! En wat moet je dan nemen? Inderdaad, koffie! IJskoffie! Let's go! Let's go naar binnen. We gaan IJskoffie. Wacht eens even. De familie Vlodders zijn hier ook. Doe voor mij maar een IJskoffie, alstublieft. Maar Johnny. Koffie hoort toch warm te zijn? Die IJskoffies lijken mij niet te zuipen, man. Nee, Kees, dit hoort zo. Bij de Starbucks is het normaal om IJskoffie te drinken. Daar kom je ook voor. Nou, in ieder geval, dat is in ieder geval duidelijk. Ze wilde dus blijkbaar koffie drinken. Ik ga eens even kijken wat ik ga nemen. Oké, dus ik mag niet gezien worden. Oké, dus daar is Johnny en Kees. Nou, hun hebben in ieder geval lekker koffie. Ik weet niet waar ze naartoe gaan nu, maar het zal goed zijn, denk ik. Nou, die gaan lekker de deur uit. Hartstikke mooi. Nou, terwijl die lekker aan het lopen zijn, ga ik eens even kijken wat ik wil. Wat is er eigenlijk om op het menu te zien? Oké, ik zie dus een chocolade croissant staan. Een choco dip cookie. Ik zie de chocolade croissant. Zeg net al. Een
blueberry muffin, een donut en ja, ik zie van alles nog wat. Oh, chocolade cake pop. Ziet allemaal wel lekker uit. Eens even kijken hoor. Frappuccino. Nee, ik wil cappuccino. Maar oké, blijkbaar. Dan ga ik voor de vanillecreme samen met, eens even kijken, de chocolate cake pop. Mevrouw, doe voor mij alsjeblieft maar een vanillecreme met de chocolate cake pop. Dat is helemaal goed, dat kost je dan 10 euro. Okidoki, kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, daar hebben we dat in ieder geval ook weer geregeld. Laten we even naar buiten gaan. En ja, ik moet ook even een nieuwe iPhone kopen, want die voor mij is helemaal kapot. En dan kan ik op zich gewoon gaan gebruiken ook. Want eerlijk, het is wel lekkere koffie. Alleen, ik kan er niet echt, ik weet niet, het vult er niet echt of zo. Oké, we kunnen niet van de hollik nemen of zo. Ik weet het niet, maar ik wil toch even een nieuwe iPhone kopen. Laat ik even naar de winkel gaan en even een nieuwe iPhone halen. Wacht, ze hebben mijn geld stolen. Probeer ze met mijn geld de dingen te nakken of hoe zit dat? Eerlijk, die modellen zien er wel goed uit. Je kunt dus de iPhone 13 Pro kopen. Ja, de nieuwste is wel de iPhone 15, maar ik weet niet welke tijd hun leven. Mag eens even kijken wat ze gaan bestellen. Doe voor ons beiden maar een iPhone 5 alstublieft. Maar Johnny, de iPhone 15 is al uit. Lopen we niet achter? Nee, Kees. We lopen niet achter. Dit ga ik gebruiken voor zaken. We hebben het nou weer over de iPhone 5. Waarschijnlijk hebben ze wel iets anders van plan. Ik bedoel, iPhone 5? Dat is wel heel ouderwets. Whatever dan ook. Ik heb nog steeds trek, jongens. Dus laat ik even een fried chicken halen. Dat is op zich ook wel lekker, hoor, fried chicken. Oké, hier zijn we dus aangekomen, hoor, bij de fried chicken. En meneer, zou ik alsjeblieft kippenwings mogen? Laat ik even goed op het menu kijken. Ja, ik kan niet echt lezen. Doe maar even een chicken wing menu. Sorry, meneer, maar we zijn helaas vandaag gesloten. Dus ik kan u hierbij niet helpen. Hoe bedoel je, we zijn gesloten? Achter mij zitten ook twee mensen. Ze zitten gewoon lekker te eten daar zo. Ik herhaal, sorry, de tent is namelijk gesloten en we kunnen vandaag geen eten verzorgen. Wat een corrupte bende hier. Ik bedoel, zie hun eens even lekker chappen, man. Laten we even beneden gaan kijken. Ik denk dat het een goed idee is. Dus laat ik even naar het winkelcentrum of iets gaan. Of ja, we zijn in het winkelcentrum. Maar laat ik even naar de iPhone Store gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke telefoons ze hebben gekozen, man. Ik zeg heel eerlijk. Oké, we gaan ze even in de gaten houden. En wacht, wat, ben je heel serieus? Ga er maar even door. Huh? Dit meen je niet. Ze hebben ons gestolen. Hey, staan blijven jullie, hè? Wat denk je wat hier toe gaan? Staan blijven. Hey, wat dit te betekenen? Oh nee, ze hebben gewoon serieus iPhones gestolen, zeker, hè? Meneer, wat is er aan de hand? Die twee dieven hebben mijn iPhone gestolen. Jouw iPhone of alle iPhones? Alle iPhones die we maar hebben. Zou je me alsjeblieft willen helpen om de dieven te vangen? Ja, dat komt eigenlijk wel goed uit, want ik zit ook precies achter dezelfde dieven aan. Dat ga ik wel even doen. Dankjewel, dat kan ik heel erg waarderen. Fijne dag, hè? En hè, wie moet er nou weer hebben gedaan? Wie hebben ja, natuurlijk de flodders. Altijd de flodders die alles moeten stelen. Mijn auto staat er is wel. Oké, dat komt helemaal uit. Laat ik mijn auto gewoon meenemen. Ik weet niet of dat een val is waar dat hier staat of dat ze gewoon dom zijn. Weet je wat, we gaan weer even de auto terug meenemen. Ik denk dat het een goed idee is, dus we gaan eventjes verder rijden. Ik heb denk wel alles te pakken genomen, dus ik denk dat ik weer naar huis ga. Ik hoop dat ze niet achter me aanzetten, maar ik ben bang dat ze er wel achter me aanzetten, want ze lopen nog steeds vrij rond. We zijn dus aan het rijden naar het politiebureau. We gaan even aangifte doen namelijk. En we gaan vragen of ze namelijk kunnen patrouilleren vannacht bij ons huis. Want eerlijk, ik wil toch wel even een beetje zorgen dat mijn huis veilig is. Maar ja, alle redenen voor die natuurlijk. En mensen, ik heb dus net de nieuwe Pokémon Birthday Present gezien. Wat betekent dat? Pokémon Legend C komt in 2015 uit. Ik weet niet, hebben jullie die trailer gezien? Laat even weten in de comments. Ja, de trailer is niet echt heel duidelijk geworden, maar we krijgen dus weer een nieuwe Pokémon game in 2025. En dit speelt zich af in de Kalos regio, oftewel generatie 6. Maar goed, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ga eens even aangifte doen. Meneer Office, ik zou graag aangifte willen doen. Oh ja, en waarvan dan? Of nee, ik zeg het eigenlijk niet verkeerd. Sorry, ik wil je tijd er niet voor doen. Maar ik wil nou dat vannacht iemand gaat patrouilleren bij mijn huis. Want ik zweer het je, er is heel veel diefstal bij ons huis. En het zou fijn zijn als er vannacht iemand bij ons kan ingeschakeld worden, zodat de dieven opgevangen kunnen worden. Of in een valgeluk bedoel ik. Oh, dat is natuurlijk wel heel erg vervelend om te horen. We zullen vannacht even iemand op afsturen en we gaan ervoor zorgen dat jullie buurt bewaakt wordt. Waar woont u eigenlijk als u vragen mag? Oh ja, goed dat je het vraagt. Ik woon namelijk in het noorden van de map, zeg maar bij de boerderij. Gaan we regelen. Dankjewel, fijne dag. Oké, dat is heel fijn. We hebben in ieder geval een agent gevraagd dat hij kan komen en dan gaat het regelen voor ons. Dat betekent dat we in ieder geval gewoon een privébeveiliger hebben. Dus weet je wat, ik ga even naar huis rijden. Ik denk dat ik even naar bed ga, want ik ben echt wel moe op dit moment. Dus wij gaan even keihard lekker naar huis toeren. En dan zijn we dan bijna thuis aangekomen. Ik denk dat de hoogste tijd is om even die notto neer te zetten en even naar binnen te gaan. Hè. Ja, dat moet ook wel gebeuren natuurlijk. Dus laten we het even doen. Ouch, oh my god. En ik ben aan het tollen. Ik moet in ieder geval even uit gaan kijken, want er kunnen kippen namelijk oversteken. Voordat ik straks aangevallen word, de kippen dat wil ik niet hebben, jongens. Die kippen zijn sterker dan je denkt, hoor. Ik denk dat ik even lekker naar bed ga, want het wordt al later, zeg maar. Dus weet je wat, ik ga even naar bed toe. Ja, een middag dat je doet, maar ik heb ook vannacht niet kunnen slapen. We gaan even lekker naar binnen toe. Ik denk dat het hoogste tijd is en we gaan even lekker een plonsje op bed nemen. Dus weet je wat, mensen? Welterusten. The next morning. Oké, dames en heren, ik weet niet wat het is, maar ik hoorde net iemand binnenkomen in ons huis. Oké, dat is wel echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Weet je wat, laten we naar beneden gaan. Wat hoor ik nu weer eigenlijk precies? Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik hoorde wat, zeg maar. En ik zal eens even kijken, hoor. En wacht, wat? Kees Vlodder is hier? Zou toch iemand gaan patrouilleren? Oké, andere Kees Vlodder of Johnny Vlodder? Of ja, het is misschien zijn ze onderweg. Het gaat niet heel lang duren, maar wat doen ze daar in de kelder? Ik zweer het je, man. Oh my god. En wie nog meer? Ma Vlodder? Ben je serieus? Ja, Deli. En nu hebben we je. Dit keer ontkom je er niet aan. Is het zo, Ma Vlodder? Ik heb namelijk een leuke verrassing voor jullie. Kom maar mee. Oh, kijk hoe zielig ze erbij staan. Want ik heb namelijk wel rekening gehouden dat ik een politieagent heb ingeschakeld. En moet je eens zien hoe zielig ze erbij staan. Hier, ze gaan dus lekker het busje in. Hartstikke bedankt voor je melding. Door jou kunnen de buurt veilig houden. Geen dank, hoor. Kijk, ze erbij staan, joh. Dan gaan ze lekker met z'n allen busje in. Johnny is niet zo blij. Hè, Johnny? Hé, hey, die kant op. Je gaat verkeerd. In ieder geval, misschien is Johnny niet goed begrepen, maar hij is wel even vaak ingestapt. Dat betekent maar één ding. Dag, dag. Zo, die gaat lekker de bak in. Want dat Johnny hierin stapt, dat weet ik niet. Johnny gaat lekker met ons mee. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt. Je hebt een goede daad verricht. En ik hoop dat je een fijne nacht eens tegemoet gaat.
gehad. En geen probleem, hè. Mensen, ik wil jullie ook bedanken voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en ciao.